Hoe is het nu met Esther Aaland? Nou, ik neem aan, ik heb haar vandaag nog niet gezien, maar ik neem aan dat ze nog steeds strijdbaar is. Ze is het boegbeeld van de Partij voor de Dieren, Esther Aaland. En zij zou als lijsttrekker de verkiezingen ingaan. Maar het partijbestuur heeft daar een stokje voor gestoken. Wegens integriteitsschendingen willen ze niet met Aaland door. En sterker nog, ze willen donderdag een nieuwe lijsttrekker voordragen. Dat nieuws is hier bij de fractieafdeling voor de Partij voor de Dieren ingeslagen als een bom. Vreselijk. 1,5 vreselijk. Ik kan niet anders zeggen dan het idee dat... We zijn zo ver beland dat dat raakt me enorm. En wat moeten kiezers hiervan maken dat er zoveel, ja, iedereen rollenbollend over straat gaat? Ja, goede vraag. Ik zou zelf heel graag weer terug naar de inhoud willen. Ik steun in ieder geval Esther Aaland. Ik sta pal achter haar. Oké, dus dat het partijbestuur donderdag een nieuwe lijsttrekker wil voordragen, daar staat u niet achter? Nee, ik heb ook al aangegeven dat ik niet beschikbaar ben als lijsttrekker. En ik, wat mij betreft, blijft Esther Aaland lijsttrekker. Met welk gevoel staat u hier eigenlijk? Heel ongemakkelijk. Er is echt verschrikkelijk veel informatie naar buiten gekomen in hele korte tijd. Het beeld verandert echt elke dag. Het zijn echt verschrikkelijke dingen die gebeuren. Heel schadelijk voor de partij en voor personen. Dus dit is echt verschrikkelijk om hier te staan. Wat er precies aan de hand is, is op dit moment nog onduidelijk. Maar er gaan wel allerlei verhalen rond. Zo zijn er signalen dat Aaland zich stalinistisch zou gedragen binnen de fractie. En het is wel duidelijk dat er al langer mot is tussen Aaland aan de ene kant en het partijbestuur aan de andere kant. En er is naar buiten gekomen via Nieuwsuur dat Aaland een brief heeft laten opstellen waarin er opties onder elkaar zijn gezet om van één lid in dat partijbestuur af te komen. Er stond ook in de Telegraaf dat ze af en toe stalinistisch te werk zou kunnen gaan. Erkent u daar dan iets van of helemaal niks? Nee, ik herken daar helemaal niets van. Ik heb ook helemaal niet de indruk dat die kwalificatie leeft op de fractie. Ik ga dit soort vragen ga ik geen antwoord op geven op dit moment. Ik herken dat niet voor mezelf in ieder geval. Nou, mijn eerste reactie was: iemand is onschuldig zolang het tegendeel niet bewezen is. En dat geldt uiteraard ook voor Esther. Dus ik stond achter Esther en ik sta achter Esther als lijsttrekker. Dus ik vind het vreemd dat op basis van meldingen iemand geschrapt wordt van de lijst. Het partijbestuur zegt: we gaan donderdag een nieuwe lijsttrekker voordragen. Is dat wat u betreft een optie? Het lijkt me heel ingewikkeld. Functioneert dit bestuur? Nee, wat mij betreft niet, want ik vind het niet uit te leggen dat je op deze manier, terwijl er geen melding over Esther binnen is gekomen, tot die dag, we kregen alleen een e-mail en daarna werd het meteen in de pers naar buiten gebracht. Ja, ik vind dat je dat niet kan doen, dat je op die manier een fractievoorzitter, partijleider kunt afschuiven. Ja, dat vind ik onbestaanbaar. Ja, dus het bestuur moet wat u betreft aftreden? Nou, ik vind dat met die actie de positie van het bestuur onhoudbaar is geworden. Is er een kans dat Esther Aaland gewoon als lijsttrekker de verkiezingen ingaat? Dat lijkt me wel. U zou dat steunen? Er komt dat is weer wat anders. Er komt een congres en dat congres gaat daar een uitspraak over doen.